Yo, what up gasten en welkom bij Miljoenenjacht aflevering 9. Vorige aflevering heeft bijna 4000 likes gehaald, wat toch fucking ziek is. Chill als we allemaal weer op dat blauwe duimpje kunnen drukken en een comment kunnen achterlaten voor een koffer die we de volgende aflevering gaan openen. Jullie hebben nu gekozen voor koffer 21. We gaan kijken wat erin zit. Geldbedrag, spelers, packs, wat is het, wat gaat het zijn? Het is 5 keer een 7,5k pack. Dit is niet het beste wat we hebben gekregen, maar het is zeker niet vervelend. Helemaal omdat de Team of the Season most consistent nu nog in packs is. Waarschijnlijk niet meer als jullie dit zien. Hopelijk kunnen we even een blauwe speler packen. Ik was zaterdag dus op de Dutch YouTube Gathering en toen zat ik boven met Matty en met Robbie. En toen had ik een banaantje meegenomen, want banaantjes zijn heel goed voor je. En mijn moeder zegt dat ik fruit moet eten. Maar toen had Matty mijn banaan in de zure yoghurt gedaan en toen wilde ik hem niet meer eten. En deze pack is echt shit. Seattle Sanders. Hey, Seattle Sanders. Seattle Sanders. Beestenclub. Oké, pack nummer 2. Even skippen, dan kunnen we er snel doorheen. Weer gewoon geen rare speler. Dit is echt fucked up. Ik had eigenlijk veel liever een speler in een pack gehad. Of gewoon een bedrag coin, zodat we onze Bundesliga team en ons BPL team weer kunnen verbeteren. Want hier schiet je echt helemaal niks mee op. Huppakee. We hebben nog geen eens. We hebben 4 packs geopend nu en we hebben nog geen eens. We hebben nog geen eens een rare speler gehad in onze pack. EA, are you taking the piss? Are you literally taking the... For fuck's sake, EA. Ik heb net een video gemaakt over dat je echt fucking makkelijk Team of the Seasons kan packen. Link staat in de beschrijving naar die video. Ik geef een best bijzondere kant van mijn perspectief op het hele Team of the Seasons gebeuren. Het is zo moeilijk om in je woorden te komen. We openen nog één pack. Ik weet niet of ik al 5 heb overgehouden. Ik heb niet eens bijgehouden. Maar we hebben in geen één pack een rare speler gepakt. We packen wel mijn opa Graf. Dat is trouwens echt zo. Hij is een verre achteroom van mij. En hij zit dus in de voetbalwereld. Dus dat is wel lijp. En als je dat echt geloofde, mag je nu de video wegklikken. Want dat is natuurlijk bullshit. This is great banter. It really is. Nou ja, we gaan met ons BPL een potje spelen in de divisie. Kijken of we een beetje tegen een goede tegenstander komen. Versnel weer de divisie heen kunnen. Naar de volgende aflevering. Als we allebei de wedstrijden winnen, zitten we in de volgende divisie. Baby! Hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight? Later, I just feel like I won't get you out of my life. I found love for the first time, and I know it is true. I can tell by the look in your eyes. Was gezellig, was gezellig. En naast. Oh, hij had hem. Hij kwam niet tegen de paal. Holy shit, die keeper had echt een fucking goede redding. Kun Aguero. Krul. Holy man. Doe normaal. Ga niet je WK-reddingen aan doen. God nonde. Je krul. Ja, Hazard. Nu dan. Versnel een keer omhoog. Krul. Nee, wordt hij geblokt alsnog. Kunnen we dan gewoon niet een schot op goal krijgen? Ja, Hazard. Oké, ga mijn krul chippen. Krul. Was. Krul. Oké, nu gaan we het gewoon trampen. We gaan het trampen. We gaan en... Ik heb het echt idee dat dit zo'n potje gaat worden wat we gaan verliezen. Omdat zijn keeper aan het beest is. En omdat Aguero... Oh nee, Krul had hem natuurlijk weer. Ja, nee. Top. Ja, Aguero. 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 Via de paal eindelijk erin. Hoe kan het ook anders? 45ste minuut. Dat betekent gewoon dat er iets gaat gebeuren waar mijn tegenstander niks aan kan doen. Ja goed, hij verdedigt bijzonder slecht. Ik hou mijn mond al gewoon. Nou ja, de rust zat zeggen in principe al genoeg. 13 schoten, niet allemaal op goal, maar de meeste wel echt vrij dicht in de buurt. En hij heeft 0 schoten op goal gehad. Ja, ja. Ja, ja, Toure. Ja, ja, Toure is echt goed vanaf vrije trappen op dit gebied. Gaat hem ook nemen. Stapt op. Hij zet een speler op de lijn. Kunnen we sneller zijn? Ze spelen, kopt hem eraf. Di Maria is er niet op tijd bij. En dan kan Krul weer redden. Oh mijn god. Oh shit, ik zat niet op te letten. Fuck. Nee. Tjech. Oh mijn god. En dan duikt hij niet. Oh, ik zat niet op te letten. Ik zat naar die radar te kijken. Om te kijken of iemand vrij was. En toen werd ik getackled met Di Maria. En Tjech heeft hem. En natuurlijk valt die rebound precies goed. En dan staan we 1-1. Met echt zijn eerste kans van de wedstrijd. Nu dan. Di Maria. Gaat hij sliden? Hoe doe je dit? Hoe haal je dat in je hoofd, debiel? Argentijnse maloot. Oké, nu moet ik dus een risico gaan nemen. Want ik wil winnen. Want dan hebben we, kunnen we nog deze aflevering de promotie veiligstellen. Maar ik wil ook niet verliezen. Want als wij gaan verliezen, betekent dat ik de eerste keer in de historie van Miljoenenjacht in iets van 30 afleveringen heb verloren. En dat zou mijn hartje ook niet aankunnen. Maar als ik zo dom de bal weggegeven. En dan hoe maak ik een overtreding hier? Ik doe gewoon een fake shot.
Oh mijn god, hoe kan dit dan? Er is echt iets aan de hand met FIFA. Dit is gewoon bullshit. Dit is gewoon dikke bullshit. Hoe kan het dat Hazard zo fucking goed is en gewoon niet de bal aan kan nemen? We hebben fucking veel schoten gehad. Geen één op goal. Ik weet niet waarom. Het is mijn finishing onderbroek niet aan of zo. Mijn afmaak onderbroek. Maar wat een ontzettend geflatteerde score. Hij heeft niet eens een schot binnen de 16 gehad. Wat een kutspel kan FIFA soms zijn. Oké, we gaan een potje spelen met het Bundesliga team. Want het BPL team, ja goed, ik kan er niet anders omheen. Ik speelde er echt slecht mee. Ik kon niks afmaken. Dus ik hoop dat het met het Bundesliga team wat beter gaat dan met het Premier League team. Immobile in de spits. Ik ben benieuwd ook dat ik mijn tactiek de vorige wedstrijd helemaal niet heb ingesteld. Het zou echt grappig zijn als het dan opeens nu wel goed gaat. De passes nu wel aankomen. De schoten nu wel op goal zijn. Want dan weet ik dus voor mezelf dat ik eigenlijk nooit meer moet spelen zonder die tactiek. Terwijl we hier tegen een heel Chelsea team komen. Dat is best apart. Ik kom niet zo heel veel. Oh, hij heeft Naschi trouwens op links midden. Never mind. Het gebeurt niet heel vaak dat ik tegen een vol team kom. Maar op een of andere manier speelt het altijd fucking goed. Maar hij heeft Terry in de verdediging en Ivanovic. Dus hopelijk kan Blazikowski Ivanovic er een beetje... Oh nee, wacht, wie staat? Ik hoop dat Schürrle zijn oude teamgenoot een beetje eruit kan sprinten. Oh jee. Ja, natuurlijk. De verdediger die ik niet bestuur stapt automatisch in. En aangezien deze gozer alleen maar kan rennen en ik nu een penalty krijg en een rode kaart. Want mijn spelers switchen opeens. Ja, geel. Bam, gelukkig. Geen rood. Zagen jullie dat? Hij ging opeens van Boateng naar João Pereira. Naar Boateng. Naar João Pereira. Terwijl ik niet op die L1-knop drukte. Maar goed, we hebben al meer penalties gehouden dit seizoen. En Adler steekt zijn hand niet uit. Maar die had ik gewoon natuurlijk dikje naar rechts moeten geven. 1-0 achter. Dit gaat echt helemaal geweldig. Deze gozer is ook fucking slecht. Het enige wat hij doet is rennen en die diepteballen spammen. Maar goed, als dat de manier is om te winnen. Waarom zou je dat dan niet doen? Waarom zouden wij het dan niet doen inderdaad? Waarom zouden wij het dan gewoon ook niet gaan doen? Eindelijk scoren we weer. En gelijk hebben we die achterstand weggepoest. En we hebben geen rode kaart gekregen. Want dan zouden we echt gewoon deze wedstrijd zo goed als kunnen opgeven. Hier, deze gozer is alleen maar aan het rennen. En op een of andere manier werkt het gewoon. Op een of andere manier staat mijn... Oh my... Hoe kan dit? De verdediging gaat gewoon aan de kant van zijn speler. En Adler duikt dan onder de bal door. Doe mij ook maar zo'n speler. Doe mij ook maar zo'n verdediging tegen. Ja, gaat hij weer lekker sprinten. Want dat kan. Want mijn verdediging staat toch niet. Kijk hoeveel mensen van mij op elkaar staan. Dit is zo insane. Dit heb ik nog nooit gehad, zo'n FIFA-dag. Bam. Ja, gaat hij weer sprinten. Hou hem tegen dit keer. Oké, fuck sake. Tackle. En we hebben hem. 3-2 voor. Oh, deze wedstrijd. Echt, ik krijg er zo'n spontane koppijn van. Lekkere dribbel hoor. En penna. Nu krijgt mijn penna. En hij krijgt een rode kaart. Zie ik al daar links bovenin. Come on guys, let's do this. Het is toch raar hoe FIFA dan een spelletje is. Waar het ineens gewoon allemaal kut kan gaan. En dan op het volgende moment gaat het ineens allemaal je kant op. Krijgen we een rode kaart mee. Een penalty mee. Terwijl we net gewoon nog een doelpunt achter stonden. We stonden 0-1 achter en nu staan we 3-2 voor en hebben we een penalty. Het zou heel typisch zijn als ik dat nou zeg en we de penalty vervolgens missen. Maar dat gaan we maar niet proberen. Yes! Schwani. Hij doet het voor ons. Hier, dit ook weer. Net als de volgende wedstrijd heeft 2 goals, 2 kansen gehad en 2 counters. Wij zijn echt flink schoten aan het pompen op goal. Maar we hebben dit keer wel 4 keer gescoord gelukkig. Oké. Lekker jongens, goed gedekt. Ja, Kuba. Oh ja, nee, Cuadrado is de laatste man. De enige man die Immobile moet dekken en die kopt hem weg. Maar we kunnen hem alsnog op Mitchell. Scoren de 5-3, waardoor de overwinning iets veiliger is gesteld. Ze zijn eigenlijk ook wel veel te blij met een goal. Mijn tegenstander had op zich ook best wel veel bullshit dat die bal niet wegkreeg. Oké. Langs het keepertje. Koekoek. 6-3. Schürrle had de vorige keer zo'n mooie longshot gescoord. Nu, nu zit hij er ook weer prachtig in. 7-3. Het gekke is, ik speel echt heel slecht voetbal. Ik zeg soms wel eens van, joh, mijn speler deed dit verkeerd. Maar dan bedoel ik natuurlijk gewoon mezelf, want ik bestuur die spelers natuurlijk. Maar ik speel voor mijn gevoel echt heel slecht. Maar we scoren wel 7 keer. Deze zat er ook gewoon echt prachtig in. Dat kan je niet ontkennen. Maar dat is raar. Net zoals de vorige wedstrijd, we hadden zoveel kansen en ik had zoveel schoten. En dan niet op goal, terwijl ik wel denk, oké, ik doe niks anders dan wat ik normaal doe. Maar toch gaat mijn schot niet op goal. En dan gaat dit schot er een poortje later, gaat gewoon vanaf zijn afstand in. Doe ik dan met de ene speler iets fout of met de andere speler iets goed? Of is dat gewoon willekeurig FIFA dat in één keer, zeg maar, gaat opspelen of aids besluit te hebben?
De scheidsrechter heeft afgefloten. We hebben onze grootste overwinning tot nu toe volgens mij binnengesleept. Maar we zijn helaas niet gepromoveerd. We gaan de volgende aflevering natuurlijk wel weer een koffer openmaken. Vergeet dus niet een comment achter te laten met welke koffer ik de volgende aflevering moet openen. Kijk hoeveel schoten wij ook in de 16 hebben gehad. Want die schoten die net buiten zijn, die worden geteld als buiten omdat ik toen op rondje drukte. Maar die zijn wel naar binnen geschoten, dat weet ik 100% zeker. Kijk maar naar die eerste goal van Bender trouwens, ga het nog even laten zien. Die is genomen in de 20ste minuut zoals jullie zien. Die staat er buiten de 16, maar als je gaat naar de match highlights. De goal van Bender. Nou, ik weet niet hoe erg je hem in de 16 wil hebben. Maar ik schoot hem duidelijk in de 16, maar toch wordt hij er buiten gerekend. Ik weet niet hoe dat is, maar het is iets van FIFA. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te volgen op Twitter voor al je FIFA-vragen. Een like zou awesome zijn. En dan checken jullie allemaal bij de volgende aflevering. Ciao, gasten. I don't have money on my mind. Mommy, my mind. Your name contains a censored... What? Ain't nobody got no money. Ain't nobody got no money. Ain't nobody...